Na het succes van de GP Pro-lijn heeft Alpistar voor dit jaar de GP Pro-lijn volledig vernieuwd. Een onderdeel daarvan is de TGP Pro Air. Nou, de naam zegt het al, Air zit erin en dat wil zeggen dat deze jas volledig luchtdoorlatend is en dat hij daardoor heel erg goed geschikt is voor de zomer. Mocht je hem ook in het voor- of in het naseizoen of tijdens de koudere ochtend of avond willen dragen, dan kan dat door middel van de uitneembare windstopper. Ik ben Mark van Mode Kleinzetten TV en dit is de review van de Alpistar GP Pro Air, beschikbaar op modekleinzetten.nl. De Alpistar GP Pro is speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een sportievere motorfiets. We kennen de GP Pro leren motorjas die echt voor de racers is. Maar deze textiele variant is echt bedoeld voor de bijten om bijvoorbeeld in de zomer of als het wat kouder wordt, de normale variant dan, te kunnen dragen. En dat je nog steeds wel het sportievere uiterlijk hebt, maar de functionaliteiten van een textiele jas. Hij is gemaakt van een slijtvast polyester en een slijtvast meshmateriaal. Een meshmateriaal is dus direct luchtdoorlatend en zorgt ervoor dat je heel erg goed kan koelen tijdens het warmere weer. Daarom is deze jas ook echt speciaal gemaakt voor zomers gebruik. En zoals ik al zei, zit er een hele dunne windstopper in die ervoor zorgt dat je hem ook in de vroege ochtend of in de latere koudere avond nog even kan dragen. Maar het is dus echt een jas die bedoeld is voor de 15 à 20 graden en daarboven. Naast dat deze jas is gemaakt van een slijtvast polyester, is hij natuurlijk ook voorzien van de nodige protectie. Op de schouders en op de ellebogen is deze jas standaard voorzien van CE-gekeurde protectoren. En op de rug hebben we de mogelijkheid om een CE-gekeurde backprotector toe te voegen. Er zit nu een foam panel in die eigenlijk meer doet voor de vormen, zodat de jas niet gaat wapperen. Maar wil je maximaal beveiligd zijn, kun je daar dus een protector in steken. Ook op de voorkant hebben we deze foam panels. En daar zijn ook losse protectoren voor beschikbaar waarmee je de jas dus kan upgraden. Aan de zijkant zien we dan dat hij op de schouders is voorzien van DFS-sliders. Nou, die herkennen we uit een leren racelijn. Dat zijn race-sliders die ervoor zorgen dat als je onderuit gaat, dat je maximale slijtvastheid daar hebt en dat je minder snel gaat rollen en dus ook minder snel kans hebt op botbreuken. Het is een DFS-slider, dual compound, dus verschillende soorten materiaal voor maximale slijtvastheid. En we zien verschillende reflecterende details op zowel de voor-, de achter- als de zijkant. En op verschillende plaatsen is deze jas dus ook nog geperforeerd voor nog meer ventilatie. Accordion stretch panels langs de schouders en de ellebogen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Zeker ook als je voorovergebogen op een motor zit. En we zien hier aan de zijkant dat de jas aan de achterkant wat langer wordt. Wij hebben hem hier gecombineerd met een jeans van Alpistar. Maar je kunt hem natuurlijk ook combineren met een textiele broek. Waarmee je hem kan vastritsen aan de jas. Dus er zit een verbindingsrits bij. Maar wij hebben hem hier gecombineerd met een jeans voor een echte zomerse outfit. Door deze band strakker te trekken kun je hem ook nog strakker aansluiten op de broek. Zo weet je zeker dat de jas ook goed blijft zitten en dat hij geen wind gaat vangen. Nou, omdat dit de Airflow jas is, of de Air variant, is er ook nog een normale variant. En die is meer geschikt voor mid-season en zomergebruik. Er zit ook een voering in die eruit kan. Dus weet je dat het echt je enige jas wordt, dan zou je beter voor die kunnen kiezen. Maar zoek je gewoon een luchtig jasje voor in de zomer, voor de bij die je makkelijk en snel aantrekt. Dan is de GP TGP Pro Air heel erg goed geschikt. Het is aan de zijkant voorzien van grote steekzakken, dus van alle gemakken voorzien. Je kunt altijd spullen meenemen en door het meshmateriaal aan de voorkant en op de armen heb je altijd voldoende frisse lucht. Dus ook boven de 25 graden is deze jas prima te dragen. Dan zien we dat hij aan de voorzijde netjes is afgewerkt met een rits en een wind- en een watergoot. Natuurlijk is de jas voor de rest niet waterdicht, dus hou er rekening mee dat als je een wat langere rit gaat maken, dat je er een regenjasje bij neemt. Aan de binnenkant een nieuw detail van de Alpistar jas is dat hij wel is voorzien van een waterdichte pocket. Dus hier kun je telefoon of je portemonnee insteken. Word je dan overvallen door de regen, dan blijft dat wel waterdicht en weet je dus zeker ook dat het droog blijft. Dit is de uitneembare windstopper, een heel dun lijnetje. Die kan je dus insteken als het vroeg is of als je vroeg naar je werk gaat. Kom je op je werk, rits je deze eruit. Die kan je heel klein maken, in je zak doen. En dan kan je aan het einde van de dag, als het wat warmer is, ook nog comfortabel naar huis rijden. Ook in de voeringenzak, achter de voeringenzak. En de jas is afgewerkt met een soort Coolmax-achtige lijner die ervoor zorgt dat je vocht wordt afgevoerd. En snel kan verdampen waardoor die niet in de jas gaat zitten, maar je echt een goed en cool gevoel krijgt in plaats van een klam gevoel in een jas. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 76 kilo en draagt hier van deze jas een maat large. Nou, je ziet dat hij redelijk aansluit. Hij heeft er nu ook alleen een t-shirtje onderaan. Weet je dat je hem echt alleen als zomerjas gaat dragen, zou je hem op een sportieve racer ook nog een maatje kleiner kunnen nemen, zodat hij echt helemaal strak aansluit. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Mode Kleinzetten doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Mode Kleinzetten TV en ik bedank u voor het kijken.